In januari lanceert Jeugddienst Globaliek een nieuw project, ons pop-up restaurant. 12 jongerengroepen uit 3 gemeenten worden ondergedompeld in het thema duurzame voeding, waarna ze samen hun eigen pop-up restaurant opzetten. Ja, voilà, jeugdwegen die hun eigen pop-up restaurant opzetten in op de Grote Markt bijvoorbeeld, of in een winkelcentrum, of in het skatepark, alles kan. Of zoals op de kerstmarkt, zoals wij hier vandaag. Want wij zijn op zoek naar gemeenten die de uitdaging aangaan en wij zijn vandaag op Prospectie in Aalst en Zottegem. Voilà, we hebben een uitklaptafeltje mee en we leggen jongeren onder vuur met een vage vuur aan vragen over duurzame voeding, een klein quizje en ze mogen ook proeven van heel leuke dingen. Bizarre dingen. Hallo, ik ben Liene. Hallo, ik ben Pieter van Jeugddienst Globaliek. Kennen jullie Tinder? Ja. Yoghurt van gisteren. Ik eet dat op. Ja, dat is altijd lekker. Ja. Een banaan natuurlijk. Dat is toch niks mis mee. Ja. Geval als Marties. 3 seconden. Ja, 3 seconden regel. 3 seconden regel. In de wereld wordt heel veel voedsel verspild. Wat vind je daarvan? Of wat zouden wij daar zelf aan kunnen doen, denk je? Wat zouden wij daar zelf aan kunnen doen? Ik denk gewoon minder in grote getallen kopen en dan ook voorkomen dat we minder weg zouden gooien, want dat is denk ik wat bij ons thuis ook wel gebeurt. De vraag is, bij 500 gram kaas, hoeveel water wordt daarvoor gebruikt om dat te produceren, uitgedrukt in douches? Dus in aantal douches. Wat denk je voor 500 gram kaas? 4. 10. Het is 42 douches. Amai. Ja, want voor 1 douche gebruik je ongeveer 57 liter water, dat is ongeveer 6 emmers. Dus 500 gram kaas is 2400 liter water. Zou jij graag een hapje van ons proeven? Ja, kan ik wel eens proberen. We hebben meelwormen en springkanen en ook chocoladjes met wormpjes. Kies maar. Kerstdiner aan uw ma aanbevelen.